Vanaf vandaag bereidt PSV zich voor op de tweede competitiehelft en doet dat voor een groot deel in Estadio Municipal van Maspalomas, net als vorige winter. Technisch manager Marcel Brands is tevreden met deze locatie. De belangrijkste dingen zijn de omstandigheden waarin je komt te trainen. Die moeten goed zijn, die moeten eigenlijk perfect zijn. Vanzelfsprekend het hotel. Zoals gebruikelijk gaat Mart altijd vooruit om te kijken of alles wat we nodig hebben daar aanwezig is. En belangrijk is ook dat je een aantal, in ieder geval één of twee goede wedstrijden kunt spelen. En dat is hier op Gran Canaria? Ja, we hebben vorig jaar eigenlijk een heel goed trainingskamp hier gehad. Goed kunnen trainen op een prima veld. En die omstandigheden werden ons weer aangeboden met ook twee goede tegenstanders. Met Celtic en Sparta Praag. Officieel gaat het dan om het toernooi om de Maspalomas Cup. Vorig jaar speelde PSV tegen Lokomotiv Plovdiv en won. De tweede wedstrijd tegen FC Augsburg werd verloren. Nu treft de ploeg van Cocu met Celtic en Sparta Praag dus twee qua naam zeer aansprekende tegenstanders. Op zich willen we altijd in ieder geval één hele goede wedstrijd hebben. Omdat je toch een week voor de start van de tweede seizoenhelft zit. En in principe zelf Philip denk ik de hele groep daarvoor gebruiken om die twee wedstrijden goed af te werken. Waar kijk je naar als je naar het team kijkt op zo'n trainingskamp? Ja, ik kijk natuurlijk altijd weer een beetje anders dan de trainer of de technische staf. Voor mij is het ook leuk om te kijken naar de jonge jongens die mee zijn. Hoe houden ze zich hier staande? En je kijkt met name ook, zie je weer dat stappen bij jongens die de afgelopen jaren bij de selectie zijn gekomen. Hoe houden die zich hier? Hebben die weer stappen gemaakt ten opzichte van vorig jaar? En je praat met dat jongens die wellicht in aanmerking komen voor een nieuw contract of een verlengd contract of dat soort dingen. Vorig jaar stond het natuurlijk een stuk slechter voor, al hebben we wel toen het tij weten te keren net voor de winterstop en hebben we dat na de winterstop doorgetrokken. Ja, als we de tweede seizoenhelft net zo doen als vorig seizoen, dan hoeven we ons niet zoveel zorgen te maken. Voor Marcel Brands is zowel zomer als winterstop spitsuur als het gaat om de selectie. Maar het lijkt nu, begin januari, rustig. Ja, je weet, de window is open, dus er zal links en rechts misschien nog best gebeld gaan worden. Er is onder andere interesse voor Menno vanuit de Eredivisie. Dus dat zou wellicht nog iets kunnen gaan betekenen. Maar dat kan ook overmorgen weer over zijn, dus dat is even afwachten. Maar in ieder geval relatieve rust, vol vertrouwen. Nou, we proberen het zeker rustig te houden, want we hebben niet de ambitie om spelers weg te doen. We hebben duidelijk gemaakt dat we graag met deze selectie ook de tweede seizoenhelft in willen. Dus dat gaan we ook doen.